De werknemersorganisatie Openbare Werken onder leiding van Michael Salons is van mening dat de ambtenarenregistratie gehouden tussen 2022 en 2023 geen rechtskracht heeft. De vakbondsman sprak gisteren tijdens een persconferentie over het recent aangespannen kortgeding tegen het ministerie van OV en de staat. De vakbondsman stelt dat de uitspraak van de rechter ook heeft bevestigd dat de registratie geen rechtskracht heeft. Doordat het ministerie van Binnenlandse Zaken zich niet heeft gehouden aan artikel 36a in het nieuw aangenomen artikel in de personeelswet. Dus indien dat had plaatsgevonden, dan zou hij misschien wel werkelijk rechtskracht hebben. Maar dat nog vindt plaats. Wat dat aangaat, zal mijn advocaat gedetailleerd op ingaan. Want... Salon stelt dat het proces van de registratie samen met een advocaat is bekeken. Advocaat van de werknemersorganisatie, Ashna Kanhai, geeft aan dat er niet correct is gehandeld door de staat. We hebben ons gewend tot de kantonrechter en we hebben intussen het vonnis ook gehad. Een aantal belangrijke punten die ik uit het vonnis wil highlighten zijn het feit dat de kortgedingrechter heeft vastgesteld dat de staat door op een dergelijke wijze die landsdienaren registratie uit te voeren, heeft gehandeld met beginselen van behoorlijk bestuur. Met name het rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Wat ook belangrijk is, is dat de kantonrechter aangeeft dat de registratieperioden en de opgelegde straffen, dus de tuchtstraffen, onrechtmatig zijn. Omdat op het moment dat die landsdienaren registratie werd uitgevoerd, er geen enkele wettelijke grondslag was. De verandering in de personeelswet waarin die periodieke landsdienarenregistratie is opgenomen, is van juni 2023. Kan hij benadrukt dat in het burgerlijk wetboek is aangegeven dat ambtenaren wiens salaris is stopgezet bij het ministerie kunnen vorderen, dat die met vertragingsrente hun salaris uitbetaald krijgen. Het traject hiervoor is al ingezet door enkele functionarissen.